Welkom bij Helmond Schout Speciaal. Kunstkwartier brengt de musical Newsies stoppen de tijd. En in het speelkwartier is al een vooruitblik te zien. Straks, na Helmond in beweging. Dag dames en heren, goed dat u er weer bent. We gaan weer lekker bewegen op muziek. Doet u gezellig mee en we maken er weer een mooie les van. En we gaan rustig starten op de muziek. Komt ie aan. Probeer rustig mee te stappen. En tikken met de teen, gelijk. Dus in plaats van stappen op de plaats, gaan we tikken met de teen. Heel goed. We gaan zo dadelijk een kleine sidestep erin gooien. Doet u vandaag op de stoel mee, is ook helemaal prima. Dan volgt u vandaag gewoon Jos of mijn andere collega's die later ook nog in beeld komen. En dan komt dat vast helemaal goed. Oké, bent u er klaar voor? Dan gaan we beginnen met de sidestep. En komt die aan. Neem de armen mee. Zit u op de stoel, stapt u gewoon met de benen van links naar rechts. Helemaal goed. Lekker actief mee. En terwijl we aan het stappen zijn, gaan we een klein beetje de schouders losmaken. We maken een wat meer draaiende beweging met de armen. Heel goed. Blijf rustig doorstappen. We gaan ook een keer naar achter draaien. Komt ie aan. Heel goed. Blijf doorstappen. Oké. We gaan voortikken. En we blijven nog steeds stoppen met de voeten. Tik en tik, tik en tik. Schuif voor. En de benen naar buiten. Nog een paar. Heel goed. Blijf doorgaan. We gaan er weer een mooie les van maken. En we komen langzaam in beweging. Nog drie, nog twee, nog één. En stappen maar lekker mee op de plaats. Oké, let goed op. We gaan zo dadelijk de hak naar voren schoppen en naar achter. Dus één en naar achter. Naar voor en naar achter. Naar voor, naar achter. Naar voor, naar achter. Nog één keer. Dan gaan we door naar het andere been. Stap even op de plaats om hem aan te passen. Komt hij aan. Andere been. En schop. En stap op de plaats. Achter. Stap op de plaats. Stop. En stap op de plaats. En we stappen rustig door. En gaan door naar de volgende oefening. Oké, ga lekker met me mee. We gaan het hart en de longen even lekker in werking zetten. Loop rustig mee. Oké, stap voor. En terug. Stap voor. En terug. En als het kan, gebruik je die armen erbij. Eén aan je wang. En terug. Hop, nu allebei. Komt-ie. Duw hem uit. En bij. En stap. En terug. En bij je wang. Eén voor je. Kom op, juist. Ga mee. Kijk, een beetje dreigend. Dat mag best. En weer voor. En dan weer terug. Zelfde voet nog steeds. Gaat naar voren. En ook naar achter dan. Komt-ie. Naar voor. En terug. En ander been. Naar voren. En op. En terug. Oké. Komt-ie. En weer bij. Dus ook die handen, die veranderen. Eén voor je, één bij je wang. Bescherm je gezicht en weer terug. Weer naar voren en weer bij. En weer voor. En je voelt het al, je hart en longen. En even rust. Oké, we veren. En we springen met het touwtje. Rustig in het rond. En hop. En veer. En veer, maar hou contact met de vloer. Maak het niet te zwaar. En duw je af. En haal als het ware dat touwtje onderdoor.
En laatste. En loop weer door. Zet de voeten uit elkaar neer. Handen bij de wangen. En we boksen voor. Voor. En draai de schouder in. Hop. En duw. Kijk over je hand naar voren. Duw hem. En haal. En duw. En haal. En nog 4. 3. 2. 1. En even los. Loop door. Maak je trots. Maak je lang. Zet de voeten weer neer. En begin met rechts. 4 keer naar voren. En 1. 2. 3. En 4. En wissel. 1. 2. 3. 4. Nog een keer. Draai in. In. En in. En wissel. 1. 2. 3. 4. Laatste 4 rechts. 1. 2. 3. 4 en 4, 3, 2, 1 en loop maar door, loop door. Ja, loop maar met me mee en zwaai die armen. En rustig, rustig aan, ja goed gedaan, oké. En adem in. En adem uit. Goed. Goed, dames en heren, we gaan een aantal armoefeningen doen. En stap gewoon even rustig mee op de plaats. De focus ligt op de armen, maar mag best een beetje bewegen op de muziek. Dus geen probleem. Komt-ie aan. We gaan allereerst de armen om en om doen. Heel goed. En knijp goed in de handen als we hem omhoog doen. Mag best een beetje spanning op zitten. Heel goed. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En stap even door. Weer actief met de armen. Oké, we gaan de armen naar voren strekken. En we gaan om en om knijpen. Dus we houden de armen gestrekt, maar we zorgen dat we telkens knijpen. Heel goed. Nog een paar. Nog 4. 3, 2, 1. En stop even. Heel goed. Rustig op de plaats. Armen weer lekker mee. We gaan dadelijk de armen gaan we naar de zijkant bewegen. Op en neer. Dus omhoog tot horizontaal en weer naar beneden. Komt-ie aan. 3, 2, 1. En komt-ie. Op en neer. Op en neer. Heel goed. Ga door. Niet hoger dan horizontaal. Span de armen. Op. Heel goed. Nog 4. 3, 2, en ontspannen we even. Weer lekker actief met de armen zo mee. Gaan dadelijk nog een keer de armen curlen. Dus nog een keer brengen we de vuisten naar de schouders toe. Komt gelijk aan. Om en om. Om en om. Goed zo. Hou vol. Hou die spanning in de handen. Heel netjes. Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. En we gaan gelijk door naar voren. Strek de armen weer en knijp in die handen. Goed zo. Blijf doorgaan. Netjes, dames en heren. Hou vol. Het wordt wellicht wat zwaarder. 4, 3, 2, 1. En zijwaarts. Op en neer. 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 Heel goed. Hou nog even vol. Nog 4. 3. 2. 1. En schud even goed los voordat we naar de volgende oefening doorgaan. U bent goed bezig. Goed, loop lekker met me mee. We gaan wat krachtoefeningen doen voor de benen. We pakken de kuiten als eerste oefening en daarna de bovenbenen. Zet de voeten naast elkaar. Voel de vloer. Kijk naar een vast punt voor je. En til je omhoog. En langzaam terug. Til weer omhoog. En langzaam terug. Je merkt op het hoogste punt zijn je knieën licht gebogen. Til weer omhoog. En met je gedachten ben je bij je voeten. En dan weer terug. We gaan iets sneller. Op en de handen nemen we mee. Tot horizontaal die onderarmen. Op en zet vast. Span die buik wat aan. Til hem op en kijk naar voren.
til hem op. En weer terug. Voel je kuiten. En weer terug dan. Til hem op. En dan weer terug. En laatste vier. Trek even door. Hou die tenen wel ontspannen. Hou de knieën licht gebogen. En even rust. Oké, schud even los. Heel goed. Zet de voeten een beetje uit elkaar. Ga op een denkbeeldige stoel zitten die achter je is. En breng de handen naar voren. Ga naar voren. En tik. En langzaam weer omhoog. Goed naar achter met die billen. Zodat je voeten als het ware kunt zien. Weer naar voren. Tik aan. En langzaam weer omhoog. Weer naar voren. Tik aan. En strek je goed omhoog. Blijf kijken. Goed naar voren. Kruin omhoog en strek je uit. Voel die bovenbenen branden. En kom weer dan omhoog. Nog even. Kom, ga door dan. En weer terug. Daar gaat hij weer. En de laatste. Komt hij. En even dan. Niet meer. Schud even los. We gaan ze een beetje combineren. Tempo gaat iets hoger. Zet de voeten naast elkaar. En rustig omhoog en terug. Dus op en terug. Op en neer. Op. Maar let op, niet over de top. En weer neer. En op en naar beneden. En op en dan weer bij. En op en naar beneden. En de laatste keer. Oké, de voeten iets breder. En dan gaat hij weer. Buig en strek. Buig en strek. Ja, kom op. Hou nog even vol. Het is zwaar, maar wel belangrijk. Voor je bovenbenen dan. Die moeten krachtig zijn. Dan kun je nog lang vooruit. Oefen het iedere dag. En dan weer voor. En voor. En laatste twee. En laatste keer. En loop rustig uit. Je mag het best voelen hoor. Keurig gedaan. Goed, dames en heren, we zijn weer aangekomen bij het einde van de les. En we gaan lekker rustig door naar de cooling down. Kom weer lekker staan of lekker zitten op de stoel. En we gaan even een aantal ontspannendere oefeningen doen. We beginnen met de armen te strekken. En we gaan de vingers naar de duim bewegen. En nog een keer andersom terug. Heel goed. Doe hem nog een keer. Doe hem rustig mee. Op het tempo van de muziek. Duimen naar de vingers. En nog één laatste ronde. Die doen we nog één keer terug. Komt-ie aan. Oké. En schud even los. Gaan we de armen een beetje losdraaien. Dus we gaan, ondanks dat we, dat we nog steeds de armen een beetje aan het schudden zijn, de schouders naar achteren draaien. Gewoon rustig aan. Rustig naar de oren. Weer naar achteren, naar beneden. Dat doen we nog één keer. En dan gaan we door naar de andersom draaien. Dus naar voren. Komt die aan. Heel goed. Okay. Strek rustig de arm. De vingers doen we naar beneden. Pak de handpalm vast. En we trekken de vingers ons licht naar ons toe. Hou even vast. En schud dan los. Ook nog een keer andersom. Strek de hand weer. Vingers naar beneden. Trek ze rustig naar elkaar toe. Of naar uw lichaam toe. En schud weer even los. Gaan we de nek nog even losmaken. We gaan rustig oor naar de schouder brengen. Naar voren naar het borstbeen. Dus de kin goed in. Door naar de andere kant. Terug in het midden. Doen we nog een keer. Oor naar de schouder. Rustig naar het borstbeen naar voren. Door naar de andere schouder. Eén laatste keer. Naar de schouder. Naar voren. Heel goed. Doen we ook drie keer de andere kant op. Dus, andere oor naar de andere schouder. Naar voren. Naar de zijkant. Naar het midden. Nog twee maal. Naar voren. De zijkant. Midden. En de laatste. Heel goed. Pak rustig de ellebogen vast. We maken een twist met het bovenlichaam. Probeer de benen te laten staan. En als je op de stoel zit, echt alleen het bovenlichaam te laten bewegen. Als u staat, ontkomt u er niet aan dat een beetje de heupen meegaan. Maar dat is geen probleem. Nog twee keer. En de laatste. En schud even goed los. Goed, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat u net zo genoten heeft als dat ik dat deed. En we hopen u morgen weer terug te zien.
tijd van dromen is voorbij, jongens. Kom op. Specs, Finch, Henry, Albert, Ike. Opstaan, die kranten verkopen zichzelf niet. Hey, Specs, Ike, Ries, jullie hebben Jack gehoord. Opschieten. Ik droomde zo lekker vannacht, ik kan de smaak nog proeven. Was het een lekker ding? Een heerlijk lamscoteletje. Hey, dat is mijn sigaar. Ziet als leeg. Hey, kijk, het is padtijd in de kou. Het is voor mijn moeder een verrassing. Als je vindt wel. Wie vroeg het jou? Vanaf de straat tot in de haven verdien je zo een zak centpijn. Bij de bankier of fotografen, ze kunnen lezen, zeggen zij. Zijn weer bij de klant. Hey Krutje, wat zegt je been? Gaat het regenen? Nee, geen regen. Oh, wacht. Ja, lichte neerslag, maar in de avond klaart het op. En de manke verkoopt een paar extra. Helemaal alleen. Ik heb mijn manke been niet nodig om kranten te verkopen. Ik heb persoonlijkheid. Mijn mooie lach zorgt voor de verkoop. Ik zorg dat vrouwen snel te laat. Zie de koppen,
een duidelijke foto. Iets met moord, alsjeblieft, iets met moord. De busstaking. Niet alweer. Alweer dezelfde onzin. Ze maken ons er dood mee. Ik hoopte eindelijk iets te kunnen eten. Maak plaats aan de kant. Kranten voor de nieuwsies. In de rij. Kom op. Goedemorgen, Wissel. Heb je me gemist? Wiesel. Het is Wiesel. Zei ik dat niet? Ik wil het gebruikelijke. Honderd voor deze snotneus. Dank je. Hoe gaat die kiezel? Het is mevrouw Wiesel. Ik noem je koningin kiezel als je me korting geeft op 50 stuks. 50 voor Finch. Nu wegwezen. Ja, zijn uw manieren gebleven? Mevrouw. Goedemorgen, mevrouw Wiesel. 50 voor Gutsie. Dank je wel. Hé, kijk. Een nieuwe. Ik wil graag 20 kanten kopen, alsjeblieft. 20 voor deze nieuwe. Nu betalen. Ik betaal wanneer ik verkocht heb. Grappig ventje. Kom op, vooraf betalen. Maar wat ik niet verkoop, koopt u wel terug, toch? Ah, zeker. En elke keer als jij een tand wisselt, leg ik een stuiver onder je kussen. Deze vent is toch fantastisch. Kom op, nu betalen. Yes. Speks, laat me je geld zien. Je hebt een zeer interessant gezicht. Ooit nagedacht over een carrière in de filmindustrie? Denk je dat ik dat kan? Zeker. Popcorn bakken, stoelen schoonmaken, kaartjes verkopen. Hou op, joh. Ik heb betaald voor 20, maar ik heb er maar 19 gekregen. Zagen jullie niet hoe aardig ik was voor deze nieuwe? En wat krijg ik ervoor terug? Ongegronde beschuldigingen. Ja, ik wil gewoon waarvoor ik betaald heb. Deze nieuwe heeft gelijk, Wissel. Je gaf er maar 19. Ik weet zeker dat het een eerlijk foutje was. Het blijft ook moeilijk om tot 20 te tellen. Hier. Nou, wegwezen. Geef hem nog eens 50 kranten. Ik hoef geen extra kranten. Wat ben je voor nieuws hier als je niet meer kranten wilt? Ja, ik ken je niet eens. Ik ben geen goed doel. Zijn naam is Jack. Dat daar is de beroemde Jack Kelly. Hij is ooit ontsnapt uit zijn gevangenis op de koets van Theodore Roosevelt te springen. Dat is echt gebeurd. Hij is in alle kranten gestaan. Oké. Ik mag jou wel. En als we partners worden... Oh, wie zegt dat ik een partner wil? Verkopen met Jack is de kans van je leven. Als je van hem leert, dan leer je van de beste. Als hij zo goed is, waarom heeft hij mij dan nodig? Omdat jij een goede verkoper bent en dat zie ik meteen. Wij gaan goud geld verdienen. Oké. Wij gaan miljoenen verdienen en we delen alles 70-30. Ik ben dan wel nieuw, maar niet dom. 50-50. 60-40 en dat is mijn laatste bod. Oké, deal. Eeuw, dat is goor. Het zijn zaken. Hak hem op, jongens. De straat op. Kom, slappe hap. Als op de klok komt, weten we waar onze klanten zijn. Als op de klok komt, met ogen naar de vrouwen op het plein. Wij zijn versleten, zie het aan de aarde. Heb niks meer van waarde. En je zult het weten, ga de straat op. Nieuws! Laatste nieuws! Krantenkoop! Laatste nieuws! Krantenkoop! Jammer joh, maar zo gaat het niet lukken. Extra, extra! Vreselijk ongeval met de neergestopt vliegtuig! Extra, wat een ramp! Het nieuws is hier! Extra, extra! Dank u, mevrouw. Je zegt maar wat. Dat staat helemaal niet in de krant. Dat zei ik ook niet. Ik zei het nieuws is hier en dat kochten ze. Ja, nou, mijn vader leerde me dat ik niet moest liegen. En de mijne dat ik niet moest verhongeren. Maar je hebt een familie dus. Dat heeft iedereen toch? Ja. Wat doe je hier dan? Oh, nou, mijn vader was aan het werk en hij kwam met zijn arm in een verkeerd afgestelde machine terecht. Hand verbrijzeld en ze lieten hem ontslaan. Nou heb ik dus gestopt met school en ben ik extra werk gaan zoeken. Om geld te verdienen. Juist. Vervelend voor je vader. Ja. Hey, wil je anders bij ons eten? Mijn moeder kan goed koken. bedankt voor het aanbod, maar ik heb al afgesproken met wat vrienden. Ze zijn vast op me aan het wachten. Zij zeker. Check, rennen!
Doe maar rustig. Wie was dat? Hij is weg. En waarom ben ik aan het rennen? Kan iemand mij dat uitleggen? Dit is... was een van mijn schatjes. Schatjes? Alle agenten in de stad hebben de opdracht gekregen om de jongeren van de straat te vegen en in het gevangen te gooien. Daar krijgen ze een bonus voor. Oké? Okay? Het probleem is dat ze de jongeren wel van de straat afvegen, maar de bonus in hun eigen zak steken. Dus doe jezelf een plezier. Blijf uit hun buurt en blijf uit het gevangen. Oké? Okay? Jezus. Hey, jullie daar. Kst. Geen geluiders toegestaan in het theater. Ook niet ik, maar dan Medda. Jack, man van mijn dromen, kom eens hier. Geef me een knuffel. Waar was je al die tijd? Nooit ver van u, madame Medda. Davy, dit is Miss Medda Larkin, grootste ster van dit theater. En ze runt deze tent ook. Oh. Ja. Oh, jongens, maar ik moet op. Maar blijf zolang je wilt. Je bent bij Medda nu. Ik zie je dadelijk al, ja? Jo. Dames en heren, ik presenteer u Miss Medda Larkin. Ik ben een zelfstandige vrouw, ben gezond en wijshondstrouw. Investeer en verdien, op mijn bank is te zien wat ik streel en vasthoud, wordt van goud. Ik heb mannen genoeg in de rij, maar waar ik naar verlang, is niet van mij. Oh, hallo allemaal, welkom bij mijn show. Luister goed. Ik leef in een landhuis met tuin en golfbaan. Tromp onkruid eruit, troffen olie hier aan. Kijk me niet zeggend aan en kijk weg. Nou, dat is steenrijk. Cadeaus krijg ik, zoals bonbons of een ring. Verpakt in een strik, net als vrij omlijsting. Maar ik krijg niet eens een kleine knipper van jou. Liefje, dat is steenrijk. Bonbons van Andy en Chanson met Scott. Oh, met Frank en Eduardo dans ik de foxtrot. Krijg starende kerels, een zegen van de paus. Maar mijn geluk kwam tekort voor dat waar ik mij op stoort. Oh liefje, ik had het tegen jou. Nou luister jocht, het leven is te kort. Ik blijf niet hangen naar jou. Heb je weggezet in leven met en toon geen berouw. Volg het landhuis, de olie, de bont, jas, de ring. Met Andy, het Eduardo, de paus en met Scott en Frank. Oh, en mijn bank. Dus huil maar niet om mij. Eén ding heb jij niet en dat heb ik zonder limiet.